Welkom bij Koorts vanuit Museum Rotterdam in Las Palmas op de Kop van Zuid. Echte Rotterdammers, zo heet de tentoonstelling waar we hier zitten. En echte Rotterdammers die gaan natuurlijk naar de stembus vandaag over 2 weken op 19 maart voor die gemeenteraadsverkiezingen. En tot die tijd, elke week op woensdag, peilen wij hoe de verkiezingskoorts in de stad al een beetje aan het oplopen is. Ja, en steeds schuiven 2 partijen uit de huidige Rotterdamse gemeenteraad schuiven bij ons aan. En vandaag kunnen we toch wel zeggen de titanenstrijd tussen de 2 grootste partijen op dit moment in de Rotterdamse gemeenteraad, de Partij van de Arbeid en Leefbaar Rotterdam. En we maken straks kennis met een nieuwkomer bij de komende verkiezingen, namelijk de moslimpartij NIDA. Maar om te beginnen dus de heren hier aan tafel. Links is dat voor mij dan. Joost Eertmans, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. Hartelijk welkom. Dank je wel. En aan de andere kant van de tafel zit Hamid Karakous, lijsttrekker voor die andere grote partij, de Partij van de Arbeid. Ook van harte welkom. Dank je wel. Gelijk al applaus. En wij hebben deze heren vlak voor de uitzending gevraagd om elkaar te introduceren. En als eerste horen we Hamid Karakous over Joost Eertmans. Joost Eertmans is iemand die heel lang gestudeerd heeft. Bijna zijn leven zit hij in de politiek. Hij is ongelooflijk goed in one-liners. Maar hij heeft 1 probleem. Want hij is niet degene die de koers van de partij bepaalt. Ik denk dat hij zelf de gematigde kant op wil, maar zijn partij bestaat natuurlijk grotendeels uit conservatieven die een heel andere koers willen varen. Dus ik ben benieuwd, komende dagen, wie over de partij gaat. Is het Eertmans of is het Seurissen? Ja, meneer Eertmans, wat vindt u daarvan? U bepaalt eigenlijk helemaal niet de koers van de partij. Ja, ik dacht maar dat middeltje nu wel gehoord had. Dan bent u bij deze. Ik ben degene die lijsttrekker is van de Leefbaar Rotterdam. We hebben een prachtige ledenpartij. Ik ben gekozen, ben trots op, in de voetsporen van Fortuin en Pastors. Dus wie de lakens uitdeelt, de man zit tegenover u, meneer Karakous. U bent de baas. Ik ben de baas. Nou ja, de baas. Je bent gekozen. Je bent de nummer 1. Met een prachtige lijst van heel veel goede kandidaten. Je doet het uiteindelijk met elkaar. De lijsttrekker is de kop van Jut, zeg maar. De eerste man. Maar het feit dat er andere mensen meningen hebben, dat doelt denk ik weer Karakous op. Dat vind ik alleen met de prijs in de partij. We zijn niet een partij dat ik A zeg en de rest ook allemaal A. Er is soms inderdaad discussie, maar dat is hartstikke goed binnen Leefbaar Rotterdam. En dan gaat het om progressief wat conservatiever? Absoluut, maar kijk, een volkspartij als Leefbaar Rotterdam, we zijn zo groot, die deelt verschillende stromingen. Dat is ook helemaal niet gek. Er zitten natuurlijk altijd mensen met verschillende pluimage in zo'n club. En hoe groter je bent en hoe meer mensen je vertegenwoordigt, des te normaler vind ik dat. Laten we even kijken wat uw tegenstander over u te melden heeft. Tenminste, andersom dus. Ja. Meneer Eertmans, wat u zegt over de heer Karakous. Hamid Karakous is een 49-jarige man, leider van de PvdA Rotterdam. Een self-made man, met wel veel praatjes en mooie beloftes. Wat dat betreft komt de oude makelaar weer in hem naar boven. Ik denk dat hij meer belooft dan hij aan resultaten boekt. Wat dat betreft is zijn mond wat groter dan zijn daden, denk ik. Nou, dat zijn in ieder geval behoorlijke woorden. Wat bedoelt u eigenlijk precies? Welke daden mist u en welke woorden hoort u wel? Ja, ik hoor veel beloftes, onder andere over banen. Dat is altijd het punt van de Partij van de Arbeid. Helaas is dat loos gebleken als je de laatste 4 jaar bekijkt. Het gaat niet alleen om banen trouwens. Het gaat eigenlijk om alle doelen die men nastreeft in het college. 80% is niet gehaald. Dat is heel simpel vastgesteld door de rekenkamer. Dus dan denk ik dat je inderdaad een iets minder grote mond moet hebben als PvdA. Nou, daar moet u even op reageren natuurlijk. Nou, we hebben uiteraard doelen vastgesteld. Wij hebben in ieder geval doelen waar we naartoe willen werken. We willen inderdaad 12.000 banen hebben in de komende periode. Afgelopen periode hebben we ook bewezen dat we 10.000 banen gerealiseerd hebben, waarvan 7.000 duurzaam. Dus niet alleen woorden, maar ook de daden kennen wij. Ja, klopt dat, meneer Eertmans? Want er zijn natuurlijk nog steeds heel veel werklozen in de stad, hè? En helaas, mensen met een uitkering. Nee, maar helaas zijn er inderdaad heel veel werklozen. Maar de vraag is dan van, hoe pak je dat aan? En alleen maar roepen dat je Rotterdam uit de crisis haalt en nog geen plan ervoor hebt, want in het programma van Leefbaar Rotterdam komt geen enkel maatregel tegen die dus de werkgelegenheid bevordert. We hebben een banenplan, 12.000 nieuwe banen. En hoe gaat u dat dan doen, die 12.000 nieuwe banen? Twee concrete voorbeelden. Er zijn er meerdere maatregelen. 1 is dat we zeggen van, je moet zorgen dat als gemeente 1 euro investeert, uitgeeft, dat een bedrijf daar tegenover banen beschikbaar stelt en stageplaatsen beschikbaar stelt. Tweede voorbeeld is dat we komende jaren heel veel woningen gaan renoveren, energiezuinig maken.
En die woningen moeten wel gerenoveerd worden, geïsoleerd, geschilderd. En er zijn wel banen voor Rotterdammers. Nou, op lange termijn willen we stoppen met opleiden voor de werkloosheid. Gelooft u in dat plan, meneer Jans? Nou ja, dit is het punt. Ik laat het hier wel uitleggen. Meneer, nog even de laatste paar woorden die u... Ja, maar het lange termijn is dat we ook productiewerk, dus zeg maar maakindustrie, naar Rotterdam willen halen. En afgelopen jaren hebben we bewezen dat we 100 bedrijven, nieuwe bedrijven naar Rotterdam hebben gehaald. En dat gaan we ook in een nieuwe periode doen. Ja, ik geloof het gewoon niet. Dat zal ik u eerlijk zeggen. 4 jaar geleden beloofde de PvdA Rotterdam werkloosheidsvrije wijken. Straat voor straat, steen voor steen, huis voor huis moest iedereen werkloosheidsvrij worden. Het is helemaal niks is er van terechtgekomen. Nu weer beloftes. Het gaat erom, als je de bijstand neemt. De bijstand stond op 30.000 in 2010. Staat nu op 38.000. Dat betekent gewoon netto 8.000 mensen. Dat is natuurlijk niet allemaal meneer Karkoes te verwijten, want er is natuurlijk ook een economische crisis. Maar die begon al in 2008, mevrouw. Kijk, en dat betekent dat je dus 2 jaar later beloftes doet aan kiezers in Rotterdam, die je dus niet kunt nakomen. Maar daar gaat het om. En die crisis heeft de PvdA niet veroorzaakt. Maar die crisis, hè, die is er wel geweest al daarvoor. En dan vind ik het nog erger eigenlijk voor als je kiezers voor de gek houdt. Hè, doordat je weet dat je in een crisis zit. En dat is een moeilijke periode, dat geef ik mee. Het is niet makkelijk om mensen aan een baan te helpen als je in een crisis zit. Maar dat je dan nog mensen een rat voor de ogen draait in Rotterdam. Door te zeggen van wij zorgen wel even voor 10.000 banen. Nou, dan ben je volgens mij geen knip voor je neus waard. Wij gaan 12.000 banen realiseren. Maar waarmee dan? Want u zegt altijd wij gaan banen realiseren. Wat gaat u dan doen? Behalve uw duurzaamheidsplannen. De vraag is duidelijk. Wat gaat u doen? Ik heb u net 2 concrete voorbeelden gegeven. Zo kan ik er nog 3 aan toevoegen. De tweede is, we hebben afgelopen periode bewezen dat we 10.000 bijstandsgerechtigden aan een baan hebben geholpen. Maar netto is het 7.000 netto die dus een contract hebben. Nee. De werkloosheid is overigens het hoogste van alle 4 grote steden in Rotterdam momenteel. 14,5%. De vraag is, u kunt ons verwijten dat wij een plan hebben en daar kunnen we alles van vinden. En u kunt zeggen van nou de inhoud is niks of de plan is niks. Maar we hebben in ieder geval concreet hoe we dat gaan doen. Nee. Wat gaat u dan doen voor die baan? Ja, voor die werkloosheid? Wij zeggen ondernemers creëren banen in Rotterdam. Betekent, dat zeg ik nu al een tijdje, dat de ondernemers geholpen moeten worden en niet moeten worden tegengewerkt. Door hogere lasten, hogere regeldruk, allerlei zaken als het onderwijs dat niet aansluit. Werknemers, het MKB voorop, het midden- en kleinbedrijf verdwijnt uit de stad. Vinden Rotterdam helemaal niet meer zo prettig om in te zitten. Winkels staan leeg. Hè, leegstand wordt allemaal met stickers verbloemd, dat het niet zo onheimisch wordt. Maar het is heel erg in Rotterdam. In het noorden, dus oude Noorden, staat 1 op de 5 winkels staat inmiddels leeg. En ondertussen bouwt de heer Karkus allemaal torens. Fantastisch, want het is heel veel prestige. Maar de winkeliers en de middenstand, die verdwijnt. Maar hoe gaat u die middenstand dan wel tevreden zijn? Nou, wij zeggen, help ten eerste ondernemers door die lasten laag te houden. Zorg ervoor dat de regels niet te hoog zijn. Dat moet je doen. En inderdaad, nou ja, dan kom je op het punt van de instroom van mensen die graag hier willen werken uit het voormalige Oostblok. Daar zeggen wij, stop alsjeblieft die instroom, want dat leidt tot arbeidsverdringing. Hè, de burgemeester heeft zich zelfs erover uitgelaten, want dat het een heel zorgelijke toestand is. PvdA Rotterdam blijft ontkennen dat de instroom van mensen uit het voormalige Oostblok... Ik denk dat we over die Moelanders en dat quote, omdat u daarvoor wilde, hebben we het zo meteen nog over. Eerst even reageren op die lastendruk en het moeilijk maken voor bedrijven. Niemand zit te wachten op lastendruk. En we hebben de politieke keuze. We zijn 20% gestegen. Ik heb u net uit laten praten. Okay. We hebben in ieder geval een keuze gemaakt. Wij willen dat grote bedrijven voor kleine bedrijven voor de MKB's betaalt. Dat willen wij. Maar even bewijslast. Wat voor grote bedrijf bedoelt u bijvoorbeeld? Nou ja, dat kan Shell zijn, dat kan een ander bedrijf zijn. Die moet gewoon meer betalen, waardoor de slager om de hoek ontlast wordt. Dat is een keuze. Maar even bewijslast. Want aanpak van meneer Eertmans en aanpak van mij, dat kunnen we gewoon nu naast elkaar leggen. Kunnen we cijfermatig naast elkaar leggen. Ik probeer even af te pellen. In Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, heb je inderdaad een terugloop van 1,9% werkgelegenheid. Gemiddeld. We moeten niet heel erg cijfers veranderen. Nee, maar dat is wel belangrijk. Wat meneer Eertmans in Capelle gedaan heeft, is de lasten omlaag gebracht. Compliment. Nou, 10%. Compliment. Dank u wel. Compliment. Tweede, wat wij in Rotterdam hebben gedaan, is gewoon de aanpak waar ik dus zojuist over had, van namelijk bedrijven stimuleren, investeren en zorgen ervoor dat er nieuwe ondernemers, we hebben 100 naar stad toe gehaald. Per saldo is de werkgelegenheid in Rotterdam teruggelopen met 2,2% en in Capelle met 7,4%. Ja. Wiens methode is nou werkbaarder? Meneer Mans? Meneer Karkus.
Meneer Karkus wil klopt graag. De, meneer Karkus nee, wil graag. Klopt nee, maar mag ik even. Meneer maar Karkus. Klopt nee, ja. Klopt niet. Maar meneer Karkus wil graag de verkiezing in Capelle winnen. Ik zou zeggen, gaat u vooral naar Capelle toe, dan ga ik naar Rotterdam. Nee, maar, en dan neem ik de boel hier over. Nee, maar geen probleem. U stapt er weer mooi overheen. Nee, mag u nou eens iets over Capelle de IJssel zeggen? Het zijn volgens mij Rotterdamse verkiezingen. Laat me het daarover. Mij wordt verweten dat ik daar bestuurlijk daar niets presteert. Nee, maar luister nou even. 80% van de zaken die wij in Capelle de IJssel hebben beloofd, zijn ook gerealiseerd. En dat is het omgekeerde van u in Rotterdam. Mooi verhaal. Maar even terug, het gaat om bewijslast. Wij hebben dat is bewijslast. Wij hebben aangetoond dat met onze methode de werkgelegenheid minder teruggelopen is dan uw methode in Capelle. Dat is de bewijslast. 7,4% teruggelopen in Capelle, 2,1% in Rotterdam. In Capelle en IJssel is juist het lasten zijn gedaald. Ja, maar de werkloosheid blijkbaar... Nee, helemaal niet. We hebben meer mensen... Het grote verschil is dat de bijstand in Capelle en IJssel is afgenomen. En de bijstand in Rotterdam is toegenomen. Dus als je 7,2% afgenomen. Nou, ik weet niet waar u die cijfers vandaan haalt, want uit de cijfers van uw eigen onderzoeksbureau van Rotterdam, heb ik u al eerder gezegd, zijn er netto 7000 banen uit Rotterdam verdwenen in de afgelopen 4 jaar en 700 bedrijven. Goed, ik denk dat we deze cijferdiscussie heel even moeten laten voor nu. Meneer Karkus, waar ik nog even op wil terugblikken met u, zijn natuurlijk de problemen in Rotterdam Feyenoord. Daar hebben we u nog niet veel over gehoord, maar afgelopen week hebben we weer iets gezien over toch vriendjespolitiek binnen de Turkse achterban. We horen u eigenlijk daar niet zo vaak over. Wat vindt u daarvan? Nou, ik heb daar heel vaak over verteld. Alleen misschien wil men dat niet horen. Kijk, wat er iedere keer gebeurt, is dat er een zere been nu van de Partij van de Arbeid is en iedereen trapt daar tegenaan. Kijk, wat in Feyenoord gebeurd is, is niet goed te keuren en daar zijn we absoluut niet trots op. We zijn een grote partij en in de partij ontstaan incidenten. En de incidenten moeten niet toe leiden dat de hele partij verziekt is. Het zijn incidenten. We hebben een maatregel genomen. Ja, heeft u gedaan? Vanuit college hebben we gezegd van dit moeten we niet willen. Vandaar dat we dus daar nieuwe bestuurders neergezet hebben. Want Rotterdammers mogen niet te dupe van worden. Tweede, vanuit partij hebben we gezegd van er moet een rapport komen. Dat is het Bing-rapport. Dat hebben we van harte ondersteund. En we hebben intern een rapport laten opstellen. Ook van harte ondersteund. Ja. Maar het vervolg is, en dat is iedere keer het verhaal. Van ja, waarom heb je dan iemand... Waarom hebben jullie nou iemand op de lijst gezet? Ja, een van die, dus van die bestuurders die is weggestuurd, die staat nu op de lijst om in Feyenoord in dat gebied, in die gebiedscommissie gekozen. Uiteindelijk heeft dus een commissie gezegd van we zetten zo'n kandidaat op nummer 3. Het is een democratisch proces. Nee, 3. Nee. Het is een democratisch proces in dat gebied. En uiteindelijk heeft de leden gezegd van u mag op nummer 5. Dat is een proces wat dus gelopen is binnen de partij. Dat is een democratisch proces. En nogmaals, we zijn niet trots wat daar in Feyenoord gebeurd is. Maar om iedere keer zo'n incident aan te halen en iedere keer daarover te beginnen en iedere keer te doen alsof dat een beeldvorming is, alsof de hele Partij van de Arbeid fysiek is, dat is... Maar garandeert u nu dat de vriendjespolitiek daar verdwenen is met deze nieuwe lijst? Nou kijk, vriendjespolitiek is niet goed te keuren bij waar dan ook. Of het nou in Feyenoord is, of in Prins Alexander, of in Delfshaven, of in stad. Dat is niet goed. Dat zal ook in de toekomst moeten we daar met z'n allen, en dat geldt niet alleen voor Partij van de Arbeid, voor alle partijen moeten we daar veel alerter op zijn. En dat is onze boodschap. Laten we nou eens even kijken wat nou de kwaliteit zou moeten zijn in die gebiedscommissie. Nou, meneer Karkus spreekt over incidenten uit het rapport van het bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten, die hier onderzoek naar heeft gedaan in Feyenoord. Die sprak van een cultuur van vriendjespolitiek, nepotisme, cliëntelisme, machtsmisbruik. Dat was ernstig. Daar ben ik daar rot van geschrokken. Landelijk nieuws, landelijke aandacht voor Rotterdam op een hele slechte manier. Ik denk dat het wantrouwen in de politiek heeft bevorderd. Punt is... Wat doe je vervolgens? Die mensen treden af, terecht denk ik, binnen de PvdA. En onder verantwoordelijkheid van de heer Karkus komen die mensen, wat u zegt, weer op verkiesbare plaatsen terecht. Ik heb de heer Karkus nooit gehoord over waarom dat gebeurt en waarom dat mag. En die vraag wil ik mij stellen. Ja, maar dat hebben we nu net tegen meneer Karkus net uitgelegd. Kijk, we moeten dit onderdeel weer afronden. Sorry, meneer Karkus, want we gaan door met de stelling. Iedere week leggen wij in koorts een stelling voor aan 600 Rotterdammers. Dat doen we in samenwerking met het opiniepanel van 1 Vandaag. Ja, en ze hebben dit keer onderzoek gedaan naar de stijging van de afvalstoffenheffing in Rotterdam. €372,50. Dat is de afvalstoffenheffing per huishouden in Rotterdam in 2014. Of je nou alleen woont of met man en kinderen, het bedrag staat. Tenzij je het echt niet kunt betalen, dan kan zo'n heffing worden kwijtgescholden. De welbetalers betalen iets meer om die kwijtschelding te bekostigen. Onze stelling had natuurlijk kunnen zijn,
De gemeentelijke heffingen in Rotterdam moeten omlaag. En daar was ongetwijfeld 100% het mee eens geweest. Dus we maken het minder voor de hand liggend. De vraag die wij voorlegden aan het opiniepanel van 1 Vandaag was: hoe moeten de kwijtgescholden heffingen van de arme Rotterdammers worden gecompenseerd? Door de anderen meer te laten betalen of uit het armoedebeleid? De uitslag? Uit het armoedebeleid, zegt de meerderheid van maar liefst 75%. Boom. Ja, het is misschien een beetje een ingewikkelde stelling, maar het komt er dus op neer dat de draagkrachtige Rotterdammers een paar tientjes per jaar meer betalen aan die afvalstoffenheffing. Om ervoor te kunnen zorgen dat er ook kwijtschelding kan plaatsvinden voor de mensen die het niet zo breed hebben. Heel veel partijen vinden dat geen goed idee. Die willen eigenlijk dat die kwijtschelding betaald wordt uit het armoedebeleid. Maar meneer Eerdmans, het is toch hartstikke solidair als we allemaal wat meer betalen, zodat de mensen die het echt niet kunnen betalen, niet hoeven te betalen? Nee, dat is ook de bedoeling. Hè. De sterkste schouders dragen ook al de zwaarste lasten in Rotterdam. Het punt is nu dat ik het eens ben met deze uitslag, want ik vind inderdaad dat je niet mensen die al zoveel moeten opbrengen, namelijk de hele bijstand bij elkaar, zeg maar, die je ook nog eens belast voor die vrijstelling. Die vrijstelling leidt ertoe dat mensen langer in de bijstand blijven zitten, omdat ze, als ze gaan werken, dat verliezen. He, dus dat is juist een premie om niet te gaan werken. Wij zeggen, als je mensen aan het werk wil helpen, moet je inderdaad die kwijtschelding halveren. Dan zou je prima dat mensen geholpen worden. Ik denk ook dat het goed is dat je mensen helpt als ze echt niet kunnen betalen. Maar ik heb de indruk dat de mensen die zeggen, laat het zoals het nu is, dat je er eigenlijk vanuit gaat dat mensen alles moeten betalen, zodat mensen helemaal niet meer aan het werk komen. Ja. Meneer Karakous, wat vindt u ervan? Nou, wat er moet gebeuren waar de lasten omlaag kunnen, dan moet je gewoon doen. Je moet Rotterdammers niet mee belasten. Maar je moet wel eerlijk verdelen. Wij zijn een partij die zegt van, als inderdaad iemand meer kan betalen ten behoeve van alleenstaande moeder die dus met 4 tientjes per week rond moet komen, dan vinden we dat goed. En dat steunen we ook. En of dat geld vanuit afvalstofheffen moet komen of vanuit een armoedebudget, dat is niet een discussie, want in beide gaat het om dat Rotterdammers daarvoor betalen. En als je zegt van, ja, wij willen niet uit de afvalstoffenheffing doen, prima, dan zou armoedebudget omhoog moeten. Maar daar gaat het de kosten natuurlijk ergens van, hè? Exact. Nee, dat is iedere keer verhaal. Dus keuzes maken, dus politieke keuzes maken. Wij zeggen van, iemand die dat echt nodig heeft, die krijgt het ook van ons. En die steunen we ook van ons. Mijn punt is, u gaat al ervan uit dat iemand al rijk wordt als hij 120%. Ik noem net een alleenstaande moeder. Kijk, als je in de bijstand zit, dat is één ding. Maar als je 120% verdient, hè, van het minimum, en je hebt 2 kinderen te verzorgen, dan behoor je dus al blijkbaar voor u tot de categorie van betaal maar lekker die volledige kwijtschelding voor de armen. Ja, ja, en dat, maar dat vind ik onrechtvaardig. Nee, maar wat is nou het probleem dat u en ik per jaar 3 tientjes meer betalen? Nee, maar per jaar, kunnen dat wel dragen, meneer Karakous. Jaar drie, het gaat mij om die slager van u, meer betalen, of de schoonmaker. Nee, maar het gaat hier om van de mensen die het kunnen betalen, dat bent u en ik. Ja, dat zijn wij zeker. Ik ben bereid, en ik hoop u ook, dat ik per jaar 3-4 tientjes meer betaal, nee, om die prima alleenstaande moeder te ondersteunen. Oké, dit is duidelijk. Maar als we kijken even naar de cijfers, want daar houdt u erg van. En dan zien we dat de gemeentelijke lasten in Rotterdam erg hoog zijn. Hè? Die zijn ongeveer de hoogste van heel Nederland. Afvalstofheffing is de hoogste. Afvalstofheffing is de hoogste, en alles bij elkaar genomen zijn we heel hoog. Waarom is dat eigenlijk? Waarom moeten wij zoveel gemeentelijke lasten betalen? Nou ja, kijk, niemand wil zo hoog mogelijk gemeentelijke lasten betalen. En daarom is het ook de uitdaging, omdat komende tijd, afgelopen jaar hebben we dat gelukkig goed ingezet, komende tijd te kijken van hoe kunnen we het goedkoper maken. Dus we gaan niemand, dat wil je ook? Niemand, minder betalen tuurlijk, de komende bedoel, 4 jaar. Waar het goedkoper kan. Nou, dat is een belofte. En hoeveel minder? Want de Leefbaar Rotterdam zegt maar €500. Ja, maar dat kan je nu niet zeggen, mevrouw. Weet je waarom u dat niet kan zeggen? Want dat is ook weer een belofte wat je niet kan waken maken, omdat we eerst moeten kijken van wat produceren we met elkaar. Want het gaat om dat je dus kostendekkend bent. Ja. En kostendekkend betekent dus wat er geproduceerd wordt aan afval, dat moet gewoon betaald worden. Ja, maar een vuilniszak voor 15... En welke methode je ook verzint, waar het goedkoper kan, doen we. Moeten we ook doen. Oké, dat is duidelijk. U gaat erover nadenken, u gaat kijken waar dat wat minder kan worden, hè, die gemeentelijke lasten. En u wil 500 ervan af. En hoe gaat u dat doen, kort? Nee, wij willen een stuk omlaag brengen. Voor gezinnen omlaag. Voor alleenstaanden die nu hetzelfde moeten betalen als gezinnen. Hè. Dat is natuurlijk onrechtvaardig. Willen wij minder, nog meer omlaag. En ik denk dat er zo €120 af kan. Waar komt het geld vandaan? Ja, maar meneer Karakous, €15 voor een vuilniszak op laten halen, dat is me dunkt een beetje te veel. Nee, daar ben ik helemaal dat is gewoon een beetje te veel. Maar daar ben ik helemaal met je. Waar het goedkoper kan, kan goedkoper. Wij willen de lasten maar uiteindelijk verlagen. Moet kosten iets. Juist. Nou, die halen wij onder andere uit de kwijtschelding waar we het net over volgens hadden. Volgens mij zijn dus jullie het redelijk eens. Namelijk, het wordt efficiënter ingericht en dan kan de... Hij moet omlaag en dat is zeker voor gezinnen. Gaan we naar de nieuwe partijen?
We gaan naar de nieuwe partijen. Oh. Want er zijn nog 9 partijen die staan te trappelen om ook in die gemeenteraad te komen. En elke week stellen we er één, liefst meer voor. Maar deze week is het een beetje krapjes. NIDA alleen is hier, de moslimpartij. Ja, want we hebben ook uitgenodigd het Rotterdam Turks Belang. Nou, die hebben we meerdere keren geprobeerd te bereiken. Is helaas niet gelukt. Dus inderdaad, we hebben aan tafel hier Noureddin El Ouali van NIDA, de moslimpartij. Waarom doet u mee in de verkiezingen? NIDA, de moslimpartij zoals u dat noemt. Waarom wij meedoen aan de verkiezingen? Omdat wij denken dat wij Rotterdam een alternatief te bieden hebben. Dat we willen breken met de oude politiek, zoals je die ook net aan tafel hebt gehoord. En eigenlijk met een andere visie op deze stad naar Rotterdam en Rotterdammers kijken. Ja, en wat bedoelt u dan, die oude politiek? Ja, als we eerlijk zijn lijken beide heren heel erg op elkaar. Hè. We hadden net getallen, ik moest mijn rekenmachientje erbij pakken om het debat een beetje te kunnen volgen. Maar eigenlijk zeggen ze het zelf, wordt 80% samengesmolten en het is eigenlijk de pot en de ketel aan tafel. En wat ze ook vooral doen is heel erg vertrekken vanuit angst. De heer Eertmans die probeert mensen te mobiliseren met angst voor de Oost-Europeanen. De heer Karakus probeert mensen te mobiliseren met angst voor Leefbaar Rotterdam. Dus eigenlijk die strategische stem opzoeken. En ik zeg, ja, strategisch stemmen doe je inderdaad uit angst. En op NIDA stemmen doe je uit hoop. Ja, ja. Maar nog heel even, want welke Rotterdammers probeert u dan precies te bereiken? Wat zijn uw kiezers? Zoals het in de politiek werkt, heb je een plan en een programma. En iedereen die zich daarin kan vinden, los van etniciteit, cultuur of religie, daar sta je voor. Dus je gaat proberen om een plan en een programma te realiseren. En daar werk je met iedereen mee samen om in ieder geval jouw punten binnen te halen. Ja. Zo werkt dat in de politiek. Ja. Maar ja, we heten gewoon NIDA en we horen vaak de moslimpartij. Dat is voor de rest prima, maar we zeggen we zijn islam geïnspireerd. Dus dat is heel wat anders dan de moslimpartij, maar goed. Ja, laten we eens kijken, meneer Karakus, wat vindt u van deze nieuwe partij? Kijk, wij zijn altijd voorstander van emancipatie geweest. Dus als een partij zich geroepen voelt om Rotterdammers te bereiken en stemmen te halen, vinden we prima. Maar waar het om zou moeten gaan is van, uiteindelijk willen wij zelf de linkse koers vasthouden. En daar moet je dus als Partij van de Arbeid wel als grootste partij terugkomen. Want ja, en zo werkt dat in de politiek wel. Wil je een coalitie vormen? Ja, dat wordt toch in handen gegeven van de grootste partij. Maar ik heb wel liever de discussie over de inhoud. Dus ik ben ook benieuwd, want ik zie in het programma nergens werk terugkomen. Terwijl een van de belangrijkste speerpunten van Partij van de Arbeid is om mensen aan het werk te helpen. En dat zie ik helaas nog niet terugkomen in het NIDA-programma. Nou ja, goed, die discussie hebben we bij Paul Witteman gehad. En toen heb ik daar ook een aantal concrete voorbeelden op gegeven. Dus u heeft het pamflet nog steeds niet gelezen, behalve een AD-artikel waarschijnlijk. Daarom komt hij hierop terug. We hebben wel degelijk plannen. We staan voor hele grote uitdagingen op 5 domeinen. En dat heb ik genoemd ecologisch, economisch, cultureel, sociaal, religieus domein. En daar doen we per domein 5 voorstellen op. En de mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen ons programma ook teruglezen en zullen zien dat we realistische, concrete plannen voorstellen voor Rotterdam en Rotterdammers. Wat wij in ieder geval niet doen is, zoals de heer Karakus roepen, 12.000 banen. He, die kennen we. Dominique Schreijer, werkloosheidsvrije wijken, zoals dat ook. We moeten echt breken met die oude politiek. Dit is een verhaal waar mensen gewoon niet meer in trappen. Het spijt me zeer, de heer Karakus. Waar het om gaat is dat we met z'n allen ons stinkende best doen. Geen valse beloftes maken, maar gewoon keihard werk maken van werk. En uw verhaal klinkt goed, maar niemand die u gelooft. Willen heel even naar meneer Eertmans ook even laten reageren. Even kort terug, want kijk, wat u nu doet, dat is waar ik niet naartoe wil. Ik waardeer dat u dus inzet en ik waardeer dus, alleen u komt weer met verwijten en u komt weer met dezelfde punten als de heer Eertmans. Dus wat is dan het verschil? Ik zeg wel, die 12.000 banen hebben we ook in het verleden aangetoond. Terecht. 10.000 banen ook in de crisis voor elkaar gekregen. Die 12.000 banen gaan er komen. Ja, heel even meneer Eertmans, meneer Karakus. Meneer Eertmans, ik wil u even laten reageren. Ik geef nog geen antwoord van hoe u dat gaat doen. En dat geeft meneer Eertmans ook niet. Dus wat dat betreft is ook weer een vergelijking. Kijk, wat we in ieder geval moeten doen. U heeft de kans gehad om antwoord te geven. En blijkbaar heeft meneer Karakus wat we in ieder geval moeten goed doen antwoord is gehoord. Ja. Juist. Ja, ik haal de microfoon gewoon weg. Meneer Eertmans, een heel kort eventjes reactie op deze nieuwe partij. Onverwachte gelijkenis, denk ik, is de onvrede over de loze beloftes van de PvdA. Wat niet daar. Die had ik ook niet zo van tevoren voorspeld. Maar die zit. We gaan naar onze speciale verslaggever. Als de Partij van de Arbeid gaat, vinden ze wel. Vinden ze elkaar. Dus dat is goed. Nou, ik denk meer Rotterdammers. Zal ik het even overnemen? Ja, we gaan het zien. We hebben een speciale verslaggever bij Koorts. De trouwe kijker weet dat inmiddels. En dat is Jack Woutersen. Die sturen we de stad in om aan Rotterdammers te vragen wat zij nou eigenlijk belangrijk vinden deze verkiezingen. En Jack die begeeft zich vandaag naar de Pauluskerk. Waarheid als een koe. Geen mens is illegaal. Kan niet.
Kom je even een hand geven? Ja, die man van de radio. Ik denk, ik ga wel een kus van hem, maar... Ja, maar dan ja, moet ik bukken, dus jij moet naar mij toe. Wat kom je nou hier doen? Ik kom hier filmen om te vragen hoe het gaat met Rotterdam. Nou, toch zo? Vind je goed? Ja, ja. Echt waar? Ja, maar ik zit wel een beetje te twijfelen of het een stem is die ik zou moeten stemmen. Ik kom uit Eritrea. Eritrea? Ja. En dat ging niet meer? Nee. Op dit moment niet. Dus liever hier even blijven. En even? Hoe lang is dat? Nou, wie weet, misschien morgen, maar ik nog even wachten. Want zou het liefst terug willen, als dat zou kunnen? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Het is niet prettig om daar te wonen. Politiek gezien, yes. Gevaarlijk ook? Ja, een beetje van alles. Ja. Gevaarlijk en economisch slecht. En, het is wel moeilijk, hè, om een vergunning te krijgen. Blijf proberen, maar kijk, vorige keer, ik weet niet welk jaar was dat, maar... Dat was een generaal pardonregeling. Ja. Dat had niemand gedacht, hè, gewacht. Nee. Dat komt zo en dan zijn veel mensen gelukkig geworden. Ja. Ja, misschien komt ook een... En dan hoop jij daarbij te zitten, ja. Als ze dat weer doen. Hoe lang ben je hier al? Want je praat heel goed Nederlands. Ik ben 23 jaar hier. 23 jaar? In Rotterdam. Ja. Dat kun je toch niet meer? Dan ben je toch Rotterdammer? Ja, dat voel ik ook. Ja. Ja, dat voel ik zelfs, ja, 23 jaar. Nee, ik ben echt Rotterdammer. Ja. Ja. Wat is er goed? Daar beginnen we mee. Wat er goed is, dat is dat er in Rotterdam een sfeer is van we proberen dingen op te lossen. Het kan niet alles, maar we proberen het wel op te lossen. Als je mij zou vragen van wat zou je nou willen voor het komen verkiezingen aan, wat wil je dan? Wat ik zou willen is dat we toegaan naar een zachte stad. En een zachte stad is voor mij een stad waar mensen niet worden uitgesloten. En dan heb ik het met name over mensen zoals Abra. Dus de vluchtelingen en de vreemdelingen tussen de 15.000 en de 20.000 in deze stad. Die onder dit soort, vaak jarenlang, beroerde omstandigheden, onmogelijke omstandigheden moeten leven. 23 jaar? Ja, 23 jaar. Je kan het eigenlijk niet voorstellen. Wat zou je nog meer wensen? Als je een wens kon doen, dan denk je van nou, dat zou beter kunnen. Of daar hoop ik heel erg op. Dat wij misschien hier echt mogen meedoen met een leven van Rotterdam. Ja, meneer Eerdmans, wat kan Leven Rotterdam voor zo'n geval doen, voor deze meneer? Ik denk weinig. Kijk, 23 jaar en meneer Couvé vraagt om een zachte stad. Kijk, hoe sneu kan je het maken dat je iemand 23 jaar lang valse hoop laat houden? Ik weet dat er een generaal pardon is geweest. Dat gold eigenlijk voor dit soort gevallen in 2007. Daar heeft hij blijkbaar niet aan voldaan aan die criteria. Vervolgens is er nog het buitenschuldcriterium. Als je echt niet terug kan buiten jouw schuld om, mag je ook hier blijven. Dus dat zijn alle handvaten. Maar dat iemand als deze meneer 23 jaar lang waarschijnlijk gesteund door allerlei asieladvocaten. Tegen alle muren is opgelopen, is heel triest. Maar het feit is wel, hij is hier illegaal en zal het land moeten verlaten. Ja, meneer Karikoes. Het is een terechte constatering dat we mensen niet mogen uitsluiten. Ik vind ook dat als iemand inderdaad geen recht heeft om hier te verblijven, dat het uiteindelijk ook een keer ophoudt. Dus die helderheid moet verschaft worden. Maar zolang iemand hier in Rotterdam verblijft, dan sluiten we niemand uit. En dan zorgen we ervoor dat ze goed opgevangen worden, een goede huisvesting. En dat ze gewoon gebruik kunnen maken van alle rechten die ze hier hebben. Ja, want er wordt in het... Er wordt inderdaad gezegd door Dick Couvé van de Pauluskerk, Rotterdam moet een wat zachtere stad worden. Die oproep doet hij vaker. Ja. Als ik het partijprogramma van Leven Rotterdam lees, met name over de Oost-Europeanen, bent u niet zo voor een zachte stad, maar meer streng optreden? Ja, streng voor mensen die overlast geven en tuig en asocialen. Dat is zeker zo. Maar zacht voor ondernemers, om eens wat te noemen. Dat heb ik net wel duidelijk gemaakt. We willen juist de koopkrachtigen, de ondernemers, stimuleren. Mensen ook die prima bedoelingen hebben, alles prima. We gaan het ook met elkaar doen. Wij zijn niet van het uitsluiten, hè, waar we net een discussie over ging. Met elkaar die stad opbouwen, van het slot af. Dat is wat Leven Rotterdam zegt. Maar bijvoorbeeld die Oost-Europeanen, zegt ja, u... Nee, maar luister, wij zitten met on-Nederlandse problematiek op Rotterdam-Zuid. Wijken die door de hoef aan het zakken zijn. Hè. Dat heeft de commissie Deetman vastgesteld. Dus Rotterdam heeft niet meer kansarmen nodig. Dus wij moeten de poort sluiten voor nog meer laag opgeleide, hier niet cultureel gewortelde mensen die geen woord Nederlands spreken. U zegt maximaal 1.000 per jaar, hè? En ja. Wat zegt de heer Kuipers daarvan? Kijk, het thema Midden-Oost-Europeanen, daar ben ik persoonlijk sinds 2007 heel erg actief om het op landelijk agenda te krijgen. En wat we met elkaar moeten doen is die kwetsbare wijken ontlasten.
Wat we met elkaar moeten doen is die overlast keihard aanpakken. Wat we met elkaar moeten doen is zorgen dat mensen goed gehuisvest worden, waardoor er geen overlast ontstaat. Maar wat we niet moeten doen is de schijn ophouden. U had over Rotterdammers wijsmaken. Is dat je het verschil zit hem hierin dat meneer Eertmans een muur om de stad wil bouwen. Eén poort. En dan wil hij zelf aan de poort staan om te bepalen wie er binnenkomt en wie eruit gaat. Het punt is dat die muur is er al, namelijk door de PvdA gesteund. Wij zijn niet van plan om gewoon een papieroplossing die meneer Eertmans constant voorstelt. U moet zich voorstellen. Er komen 1000 mensen die schrijven zich in, 1001 schrijft zich niet in. En daarmee wil meneer Eertmans de overlast aanpakken, de schijnconstructies aanpakken. U blijft dweilen met de kraan open. En zolang we dat doen, zolang die wijken dus import krijgen van kansarmen uit het voormalige Oostblok, dan bent u bezig met uw goede bedoelingen. Hè? Met de huisjesmelkers, met alle energie op fraude enzovoorts en overwoning, blijft u dweilen met de kraan open, want de import blijft deze kant op komen. Ja, maar meneer Kuikens zegt dus, de gemeente gaat er helemaal niet over, dus het is een loze belofte. Nee, maar anders was het al lang gebeurd, mag ik hopen. Je hebt dus inderdaad power nodig vanuit de regering. Ik zeg ook dat ik, als ik wethouder mag worden in deze mooie stad, vanaf maart na de verkiezingen of april naar de heer Asscher gaan, minister van de PvdA, om met hem dit probleem op de kaart te zetten. Ja, en te zeggen, jongens, we zullen die kansarme wijken moeten beschermen. Ja. Daar komt die spons van Rotterdam zit helemaal vol. En dat voelen de mensen op Zuid, dat voelen de mensen die wij spreken. Dat wordt herkend. Ik heb... Gelukkig hebben we daar nu een minister die dus het probleem van Rotterdam aanvoelt. Nou, als u nou eens om er wat aan te doen. Ook nu zou ik u willen verzoeken om even mij uit te laten praten, want zo ben nou, ik we op. Hebben niet heel veel tijd hoor, dus houd het. Tweede is van, ik heb constant contact met hem. Waar we aan het bezig zijn is die arbeidsmarktverdringing willen we voorkomen. Want Rotterdam maakt zich zorgen van, die mensen komen hier naartoe door de schijnconstructies. Ja, u wilt dus geen quote, maar hoe wilt u het dan? Concurrentie. Hoe wilt u dat probleem tegen? Het probleem pak je niet door de schijnconstructie die meneer Eertmans voorstelt van papieroplossing. Maar door te zeggen van, we pakken de werkgevers aan. Malafide uitzendbureaus pakken we keihard, want die wetgeving komt 15 maart wordt het voorgesteld. We pakken die huisjesmelkers pakken we aan en we zorgen dat die kwetsbare wijken ontlast worden en we pakken de overlast aan. Ja. Dan ben je reëel bezig en niet een muur om de stad heen bouwen, want dat kan je niet. En niet de papieren oplossing van 1000 inschrijven en 1001 niet. Okay. Uw punt is duidelijk. Ja. Ja, het is, we moeten een beetje vaak maken. We lopen naar het einde van de uitzending. En we willen toch nog even met u de toekomst na 19 maart doornemen. Want de hamvraag is natuurlijk altijd weer. Wil de Partij van de Arbeid... we in overdrachtelijke zin, zou ik dan maar zeggen. Maar wilt u, wordt er nog een partij uitgesloten door een van deze twee partijen? Leefbaar Rotterdam sluit geen enkele partij uit. Nou goed, we hebben natuurlijk, laten we ook helder zijn, de afstand tussen Leefbaar Rotterdam en Partij van de Arbeid is wel heel ver uit elkaar. Ligt en in welk scenario zou je dan wel samen kunnen, Kijk, ik ben benieuwd in alle oprechtheid wat dus komende dagen, wat Leefbaar Rotterdam gaat doen. Wordt het een conservatieve koers? U blijft dat zeggen al weken, want ik ben zo benieuwd waar Leefbaar mee gaat komen. Waarom blijf ik dat zeggen? Ja. Omdat Seurissen zegt van, never nooit met Partij van de Arbeid. En u houdt vol van, nou ja, misschien ook wel. En terwijl u een mooie verpakking heeft, maar de inhoud heb ik nog niet gezien. En dat wil ik komende dagen van u weten. Nee, maar Seurissen... Kijk, wat belangrijk voor ons is, wij willen geen verdeelde stad. Dat is echt cruciaal voor ons. Ja, we gaan nu angst oproepen. Nee, maar wij zijn van dit en wij willen geen verdeelde stad. Kijk, daar past maar ding. Past hier ook Leefbaar Rotterdam in, als u van dat bent? Nou, daarom ben ik echt benieuwd op verschillende thema's. Daar ben ik echt. Hoe dus de verpakking, als je even de uitpakt, want het is een mooie verpakking, wat de inhoud van Leefbaar Rotterdam komende dagen gaat worden. Dat blijkt dus tijdens de coalitieonderhandelingen. U gaat nu nog geen nee zeggen tegen Leefbaar. Ja. Nee, de kansen zijn minimaal. En die worden zeker niet groter na aanleiding van dit soort debatten. Want ik voel dat we aan de andere kant van de touw staan te trekken met z'n tweeën. Ja. Dan kom je niet heel erg met elkaar ver. Ja. Dus ik denk dat het inderdaad een punt is van afwachten. Ook de uitslag. Kijk, Leefbaar Rotterdam wil de grootste worden. Die ambitie hebben we. En dan is het met Leefbaar of het is doormodderen met de heer Karikers. Maar we kunnen toch eigenlijk zeggen, heel even met Kouwvoes. Of verdeelde stad of eenheid in de heel stad. Even, want u kunt toch ook richting de Rotterdamse kiezer duidelijkheid geven en zeggen, als u op Leefbaar Rotterdam stemt, de kans dat wij met de PvdA gaan is
Michiel? Nou, die zeg 1%. Ik, dat zeg ik u. Dat is dus eigenlijk wat u zegt. Ik zeg dat, Justus. Het is minimaal. Ik zeg alleen niet dat we het uitsluiten, want ik vind het niet redelijk en niet eerlijk naar de kiezers. Als Rotterdam massaal voor de heer Karkus gaat stemmen, dat ik zeg van jongens, daar gaan we nooit meer zaken doen. Het punt is dat we mijlenver uit elkaar liggen en ik wil gewoon de Rotterdammers eerst laten spreken. Het is niet duidelijk eigenlijk. We zien het wat er 19 maart gaat gebeuren tijdens die gemeenteraadsverkiezingen. En deze aflevering van Koorts, die is al zo goed als afgelopen. Ik wil u beiden heel hartelijk bedanken voor dit debat. En we zien jullie graag ook 16 maart weer terug voor het grote lijsttrekkersdebat vanuit het stadhuis. Ja, en volgende week hebben we nog een laatste 1-op-1 debat hier vanuit Las Palmas. Dan D66 en de ChristenUnie-SGP. En we hebben ook aandacht voor twee nieuwe partijen die meedoen aan de verkiezingen. Graag, tot dan dus. Tot dan.